De kuwaarden. Waarvoor dient de kuwaarden? Veehouders, ga ik niet vertellen dat een fokkerij nogal snel wat emoties luidt. Nu, de kuwaarden is ontwikkeld als een objectief hulpmiddel om een veestapel beter te beoordelen. Dus we willen op zoek gaan naar dieren die kwalitatief het best zijn op hun bedrijf, die het meest potentieel hebben om volgende goede generaties voor te brengen. Hiermee krijg ik een instrument die kan helpen mee bepalen welke dieren ik dan specifiek wil gaan afvoeren. En het tegenovergestelde, bij welke dieren wil ik absoluut mee verder werken. Eventueel kan ik die lijst nog wat aanscherpen en specifiek deze dieren gaan selecteren waar ik gesteksperma wil op gaan gebruiken. Bij gevolg, als ik gesteksperma gebruik, wil ik vaak ook meer gebruikskruisingen gaan inzetten en daardoor kan ik eigenlijk ook deze lijst, deze groep gaan bepalen. Wat is de koewaarde nu? Dus het houdt eigenlijk geen rekening met het genetisch profiel, dus de genetische waarde van de dieren op het bedrijf, maar het gaat een berekening maken, een bepaling van het potentieel van alle dieren, dus hoe lang dat deze dieren op mijn bedrijf kunnen blijven. Vaak is dit dus wat positiever voor jongere dieren dan dieren die al vijfde, zesde kalfskoeien zijn. Alle dieren krijgen een score toegekend tussen 1 en 10. En die scores kunnen op hun beurt nog eens een specifieke kleur geven, waarvan de hoogste groep een groene kleurscode geven, de laagste groep een rode en tussenin een zwarte. Hoe is deze nu opgemaakt? Dus we hebben eigenlijk een analyse gemaakt van ruim 3000 databases, waar dat er meer dan 500.000 dieren in verwerkt zijn. Hier hebben we dan heel specifiek gekeken, ingezoomd op al die bedrijven, de dieren althans, die deze bedrijven verlieten. We hebben onderzoek gedaan op de waardes en gebeurtenissen van deze dieren die in de koekkaarten zaten, die voorafgingen aan de afvoer. Hierin konden we bepaalde patronen, wiskundige patronen en dergelijke terugvinden en die passen we toe om eigenlijk voor alle dieren een koewaarde te kunnen berekenen. Welke gegevens worden er allemaal gebruikt? Dus er worden opgedeeld in een aantal categorieën, zoals melkproductiegegevens, dus aan de hand van BSK's, gehaltes, vet- en eiwitpercentages, vruchtbaarheidsdata, zoals de tussenkalftijd en het aantal inseminaties per dracht, en ook wat gegevens over eiergezondheid, zoals de celgetallen en het aantal mastitisgevallen dat deze dieren hebben. Dus we kijken dan heel specifiek naar deze data voor de huidige of de laatste lactatie. En eventueel kunnen we die aanvullen verder aan, dus het gemiddelde van de voorafgaande lactaties. Klauwgezondheid zou natuurlijk ook een heel grote extra waarde opleveren, maar vaak wordt die data onvoldoende bijgehouden, waardoor dat we niet in staat waren om deze kwalitatief mee te rekenen in de koewaarde. Klauwgezondheidsproblemen bij bepaalde dieren of bepaalde andere fysieke gebreken kunnen we echter wel teruggeven door bijvoorbeeld de drachtstatus van de dieren te wijzen op bewustwust, als we dan toch beslissen om met deze dieren niet verder te gaan. Bepaalde gezondheidsproblemen zoals Neospora. Dus Neospora-dragers kunnen soms heel goed scoren op koewaarde, maar daar willen we natuurlijk geen navolging van. Dus in het pakket is er mogelijkheid ingebouwd om de dieren die deze ziekte dragen een specifieke kleur te geven. Zodoende zijn we onmiddellijk gewaarschuwd dat we het dier niet met holsteinsperma bijvoorbeeld opnieuw willen drachtig maken. Al deze waarden, die dus gebruikt worden om die koewaarde te berekenen, dus het potentieel aan het bepalen of dat de dieren langer op het bedrijf kunnen blijven, moeten worden dus ingesteld en die instelling kan gebeuren met gemiddelde waarden die al voorzien zijn in het pakket, maar die kunnen we eigenlijk naar eigen goeddunken aanpassen. Hierbij komt ook nog dat we bepaalde wegingsfactoren kunnen geven, dus we kunnen heel wat extra klemtoon leggen op bepaalde van deze gegevens. Anderzijds is het zelfs mogelijk om bepaalde van deze helemaal uit te sluiten. Gaan we nu in het pakket. De koewaarde die kunnen we onmiddellijk terugvinden op een dierkaart. Neem dier 4914. En dan zie je hem hier rechtsboven in de hoek verschijnen. Dus de score is dus een 8,710. Aangezien dat hij in het hoger segment zit van een veestapel, heeft hij een groene kleur. Stel nu dat hij meer gemiddeld was, was het een zwarte kleur. En het ondereind kunnen we dan een rode kleur geven. Kleur op zich kan eigenlijk ook al mee helpen bepalen wat specifiek met dit dier dient te gebeuren.
In de app kan ik deze data ook terugvinden. Ik ga naar de dierkaart, selecteer een dier en dan vind ik hem onderin terug. Stel nu dat deze niet aanwezig is in je app, dan kan je via de instellingen naar de optionele items gaan en hier kan je aan aanvinken dat koewaarde dient toegevoegd te worden. Vlug even synchroniseren en dan verschijnt hij ook op uw dierkaart in de app. Ik ga terug naar het pakket. Waar vind ik de koewaarde? Ik ga naar de koeikop. Punt 11, economie. Punt 14, waarde koe. Dan kom ik in het menu van de koewaardes. Hoe is het menu nu opgebouwd? Aan de linkerkant vindt u al de gegevens terug over mijn dieren. De werknummers staan hier opgelijst, samen met de dragstatus, groepsindeling en de scores. Van hoog naar laag momenteel ingesteld. Dus zo kan je ook de verschillende kleuren terugzien volgens hoe hoog deze dieren scoren. Aan de rechterkant vinden we de scores die bepaald worden, dus uit de berekening van al deze waarden en gebeurtenissen, en die samen verwerkt worden in een berekeningsformule om de effectieve koescore van mijn dieren te bepalen. Gaan we nu naar de eigenschappen, rechts onderin, hebben we hier de mogelijkheid om extra data te gaan toevoegen over deze dieren. Bijvoorbeeld, ik wil het aantal dagen in lactatie ook kunnen zien, de huidige leeftijd en het lactatienummer. Ik druk op OK en dan worden deze gegevens hier nog extra aan toegevoegd. Instellingen, dus ik had het over de waardes wat we gebruiken en hanteren om deze koewaarde op te stellen, waar dus ook het volledige onderzoek op gebouwd is. We hebben de mogelijkheid om deze over te nemen zoals ze standaard ingesteld staan in het pakket, maar die kunnen we eigenlijk ook specifiek gaan aanpassen naar onze eigen wensen, zoals bijvoorbeeld het BSK voor mijn bedrijf beoordeel ik dat ik streef naar een BSK van 50 en meer. En dan pas krijgen die dieren een 10 score voor dit punt. Hoeveel lactaties ziet u als een goed gemiddelde? Dus heb ik hier bijvoorbeeld ingesteld op 4. Deze waarde geeft dus een 6 score aan voor dit dier, op dat onderdeel althans. Ik kan hier aangeven of ik me wil focussen om dieren ouder te maken. Vaak wordt het op ja ingesteld. Dus daardoor krijgen dieren die meerdere lactaties blijven, dus meer dan een vierde lactatie, een nog hogere score krijgen. De tussenkalftijd kan ik ook gaan instellen, dus deze waarde geeft opnieuw een 6 score. Stel nu dat ik de tussenkalftijd lager krijg, dan wordt die score alleen maar hoger. Voor het aantal inseminaties geldt ook dat ik de waarde die hier instelt in laat meerekenen voor een 6 op 10. Dus kan ik deze dieren trachten krijgen met minder inseminaties, gaat die score uiteraard ook stijgen. Wat vindt u een goede bovengrens voor het celgetal? Dus die hebben we hier ingesteld op 200.000. Dat zorgt opnieuw voor een 6 score. Slaan ons dieren erin om een celgetal tussen de 0 en de 50.000 te behalen, dan krijgen ze een score 10. Wilt u focussen op mastitispreventie, dus al de mastitis vallen dat een dier doormaakt op in de lactatie, die wordt bijgehouden in de koekkaart, leg ik hier extra klemtoon op, zorgt ervoor vanaf dat een dier eenmalig een klinische mastitis heeft, dat deze zorgt voor een score van 1 op 10. Dus wordt die eigenlijk heel hard doorgewogen in deze berekening. We kunnen die uitschakelen, zodoende dat het minder hard rekent. Stel dat het dier een tweede mastitische valling, dan is er een verschil tussen 1 mastitis of 2 mastitis. Dus scoren. De percentages van vet en eiwit kunnen we ook in het pakket gaan instellen, wat we als een goede waarde beoordelen. Dus die zorgen opnieuw voor 6 scores. We kunnen evengoed een bovengrens eraan toevoegen, dus vanaf een bepaalde waarde willen we alle dieren een score van 10 geven. Dus in mijn geval bijvoorbeeld een vetpercentage van 4,5 en een eiwitpercentage van 4. Stel dat het dier nog iets hoger eiwitpercentage haalt, dan blijft het uiteraard een 10 score. Ik kan gewichten eraan toekennen, dus standaard staan die in het pakket allemaal op normaal. Ik kan er bepaalde uitsluiten en dus negeren.
In mijn voorbeeld heb ik gesteld dat ik een BSK van 50 goed vind. Ik heb mijn gehaltes ingesteld, wat ik wenselijk vind, waar ik naar streef. En ik heb extra klemtoon opgelegd op vruchtbaarheidsgegevens en eigenzondheidsgegevens, waardoor dat hier het gewicht wat harder doorgerekend wordt. Druk ik nu op OK, dan worden al deze berekeningen verwerkt en worden de Q-waardes opgesteld. Al mijn dieren worden opgelijst volgens een score, dus van hoog naar laag. Nu, aan de rechterkant in het scherm vinden we een aantal filters. Dan misschien eerst nog een keer even inzoomen op een specifieke dier, hoe deze score tot stand kwam. Bijvoorbeeld dier 4870, 191 dagen in lactatie, is 3 jaar en 5 maanden oud, heeft een score van 7,5 behaald. Hoe komen we nu aan die score? Dus daar is er dus een berekening aan vooraf gegaan, wat de BSK's, dus van de huidige en de voorafgaande lactatie, meenemen. Dus ik had ingesteld dat 50 een 10 score krijgt. Aangezien het dier wat lager scoort, krijgt ze hier 7,5. In de eerste lactatie was dat maar 41, dus scoort ze nog iets lager. Tussenkalftijd is heel goed, dus daardoor krijgt ze een score van 10 op 10. Eiwitpercentage wordt ze wat op afgestraft. In de voorlactatie was het beter. En met vetpercentages bijvoorbeeld scoort ze dan wel bijna weer de maximale scores. Haar vruchtbaarheid zorgt dus voor een score van 6 op 10. En het celgetal is heel goed bij de dier. Het is soort beide keren voor een 10 score. En ze heeft trouwens ook geen klinische mastitis gehad. Al deze zaken worden dus mee berekend in deze Q-waarde en geven aan dat het dier eigenlijk bovengemiddeld scoort. Vaak zorgt dit voor wat discussie, omdat bepaalde dieren vrij onopvallend zijn en toch op een bepaald punt hoog kunnen uitkomen in deze score. Dus het is een heel objectief instrument en zorgt ervoor dat we echt meer op data gewezen worden. Heel specifiek aan dit dier is nu dat het eigenlijk een bewust huisdier is. Dus eigenlijk zijn er misschien andere problemen, beenklauwproblemen of dergelijke, die ervoor zorgt dat de veehouder geopteerd heeft om dit dier niet verder in te schakelen. Goed, dan gaan we nu verder met de mogelijke filters dat we kunnen instellen aan de rechterkant. We hebben via de eigenschap de mogelijkheid om dus die groene waardes, de zwarte waardes en de rode waardes te bepalen. Die worden bepaald aan de hand van de score. Op mijn bedrijf dus heb ik de hoogste scores tellen vanaf 7,2 en de tonderheid van de veestapel is 5,5. Stel nu, ik wil gaan bepalen wat dieren zijn met minst potentieel voor mijn bedrijf en die het meest kans maken om sneller afgevoerd te worden. Dan kan ik eigenlijk hier een filter instellen voor de groep van dieren die het meest waarschijnlijk zijn om afgevoerd te worden. Ik heb extra filtermogelijkheden, zodoende dat ik bijvoorbeeld vaarzen een tweede kans kan geven. Dus die schakel ik uit in deze selectie. En ik wil ook alle dieren die reeds drachtig zijn op het bedrijf houden. Zodoende krijg ik een lijst opgesteld van dus al deze dieren met scoren van 5,5 en lager. Met uitzondering van het bewuste dier, dus die eigenlijk hoog scoort, maar ik zelf gekozen heb die om niet verder mee te werken. En nog een tweede dier die ook bewust scoort, met een score die maar net hoger is dan 5,5. Kan dus soms gaan helpen om dan specifiek deze dieren ook op bewust te gaan instellen als we gaan oordelen dat we met deze dieren dan niet meer verder willen werken. Deze filter kunnen we gaan opslaan. Zodoende, de volgende keer dat we terugkeren in het pakket, kunnen we onmiddellijk eigenlijk deze selectie opnieuw gaan bekijken, eventueel met aangepaste waardes en aangepaste dieren. Dus zo. Verder gaan we nu een andere selectie maken. Dus op mijn veestapel heb ik dus 135 dieren staan. Ik wil bijvoorbeeld ruim met sexsperma gaan werken. Nu, hoe kan ik dan nu gaan instellen dat ik de onderste groep eigenlijk groter ga maken om deze met Belgisch blauw te gaan insemineren? Ik heb mijn afvoergroep, maar nu kan ik bijvoorbeeld via de eigenschappen deze score hoger maken. Bijvoorbeeld alle dieren die 6,5 scoren en lager. Dan kom ik eigenlijk op een 73-tal dieren op mijn bedrijf.
Deze groep is dus aanzienlijk groter geworden. Dus er zijn er dus meer dieren die die rode score krijgen. Die komen dus allemaal op die dierkaarten terecht en ook in de app. Stel dat de dier een bronst vertoont, dan kan het een extra hulpmiddel zijn om te gaan bepalen dat ik daar maximaal met gebruikskruising aan de gang wil. Tegenovergestelde geldt ook, dus ik wil gaan kunnen bepalen wat de meest waardevolle dieren zijn in mijn bedrijf. Dus die wil ik inschakelen voor fokkerij. In mijn bedrijf kies ik voor de scores van 7,2 of meer. Stel dat die groep te groot of te klein is, kan ik dit gaan aanpassen door deze waarde te verhogen of te verlagen. En opnieuw hetzelfde principe, dus deze scores komen op al deze scorekaarten te staan. En kan voor mijn spermakeuze bepalend zijn wat ik hiermee ga doen. Ik had in de PowerPoint ook aangegeven dat sommige dieren soms drager van Neospora kunnen zijn, maar ondanks alles eigenlijk toch hoog scoren op deze koewaarde. We willen ze opnieuw wel insemineren, maar we willen natuurlijk geen aanvoer op ons bedrijf. Hoe kunnen we dit nu gaan doen in het pakket? We gaan naar de koeikop. We gaan naar registraties, de ziektelijst. Hier gaan we naar de ziekte Neospora. Hier staat dus al de gegevens verzameld over deze ziekte. En kan ik eigenlijk specifiek een kleur gaan toewijzen aan de dieren die hier van drager zijn. Er zijn vier mogelijkheden, dus in mijn geval heb ik deze op rood gesteld. Ik druk op OK. Dan ga ik naar de taginvoer. Neem bijvoorbeeld de groepsinvoer, een ziekte toekennen, volgende. Ik heb hier 4881 en hier 4914. Ik ga de positief tekenen op Neospora. Volgende, ziekte toekennen. Ik druk op enter en tik de ziekte in. Neospora. Volgende. Geen behandeling. Voltooien. Oké. Gaan we nu terug naar de koewaarde. Daar hebben we nog altijd dezelfde lijst met de dieren dus die het hoogst scoren op koewaarde. Maar heb ik wel duidelijk kunnen een indicatie geven dat we deze dieren zeker niet willen inzetten voor fokkerij en nieuwe kalveren uit hebben, of toch althans. Niet van Holstein sperma. In ieder geval dus heel wat verschillende mogelijkheden die we kunnen via onze instellingen erin gaan plaatsen. Via de eigenschappen kunnen we die selecties gaan maken voor de betere, de gemiddelde en de minste dieren op mijn bedrijf. Verder kunnen we deze met filteropties gaan specifieker instellen. En met de kleurcodes kunnen we nog extra waarschuwing gaan toepassen. Alles die ervoor zorgt dat we ons fokkerijbeleid nog wat meer kunnen gaan sturen. En dus, zoals in het begin gezegd, op een heel objectieve manier op zoek gaan naar de meest waardevolle dieren van mijn veestapel.